Natuurlijk ziet u de bomen in het bos niet meer. Wie kan nog volgen met al die aandrijfvormen, wat je waar mag gebruiken, wanneer, hoe? Heel veel vragen, maar wij hebben gelukkig een aantal antwoorden. En dat doen we aan de hand van 3 modellen te weten. 1. De auto op CNG. Dat is voor de dieselrijder die eens iets anders wil. Nummer 2. De plug-in hybride. Voor zij die 20, 30 kilometer van het werk wonen, die afstand alle dagen doen, maar af en toe toch eens nood hebben aan iets meer. Plug-in hybride. En deel nummer 3. Voor zij die zich het financieel kunnen veroorloven en de wereld echt willen redden, de elektrische wagen. Wil je meer informatie over 1 van deze 3 of alle 3? Check dan gewoon de video's op onze site.